Het is zover. Ik heb eindelijk de AK55 versterker besteld. Hier voor mij ligt hij. Ik ga hem openmaken en dan gaan we hem testen. Zou hij werken met Bluetooth? Op de doos staan een aantal specificaties. De belangrijkste zijn dat je hem kunt gebruiken bij speakers met een weerstand van 4 tot 16 ohm en dat hij een frequentie van 20 Hz tot 20.000 Hz kan genereren. Hij is te gebruiken met USB, TF, AUX, Bluetooth en radio, dus dat zijn veel manieren om muziek af te spelen. Ik ben Robbe en ik ga deze versterker unboxen en testen. Wil je eerst even de video liken en abonneren op mijn kanaal, zo mis je geen enkele video. In de doos vind ik direct de versterker, een afstandsbediening, een boekje en een stroomkabel. Ik ga hem uit het plastieke zakje halen. Hier hebben we hem. Het lijkt dat hij al een beetje vettig is. Dat vind ik wel raar. De knoppen op zich voelen goed, wel zijn ze gemaakt uit plastic. Aan de achterkant zitten ook nog een aantal poorten. Even testen met de kabel of de versterker werkt. Ik weet wel niet of dit zo verstandig is, aangezien het apparaat niet geaard is. Ik ga gewoon voorzichtig de prees insteken. Oké, het werkt wel. Gelukkig. Ik gebruik liever voor zulke dingen een powerbank. Oei, het werkt niet op mijn powerbank. Ik ga deze adapter die ik gemaakt heb moeten aanpassen. Ik ga daarover een video maken. Je kan hem vinden hierboven in het i'tje. Ik steek dan nog maar even gewoon de kabel in. Ik zet de schakelaar aan en je ziet direct dat de versterker aangaat. Op de voorkant staan dus onze controleknoppen. Als eerste zie je de treble en de bas. Dan hier beneden is de microvolumeknop, dan twee micro-inputs, dan een echo en een delay-draaiknop. Dan hebben we vier knopjes onder het display. Daarnaast zit een TF-kaartreader en een USB-poort voor een USB-stick. En dan een grote volumeknop voor het algemeen volume luider of stiller te zetten. Er zit ook nog een AUX-poort in en die zit schuin onder de basdraaiknop. Op de achterkant staan er twee audio-inputs, twee speaker-outputs, een 12-volt-input en een AC220-volt-input. Ook zit er op de achterkant nog een antenne voor de radio. Bij 5 likes op deze video ga ik deze versterker openmaken en dan gaan we kijken wat erin zit. En ik ga hem zelfs nog een beetje aanpassen. De kabel hier voelt ook niet zo stevig. Daarom gebruik ik liever een 12 volt kabel. Ik heb de adapter snel aangepast. Ik plug de 12 volt kabel in, zodat hij op mijn powerbank kan werken. Daarna verbind ik de speakers met de versterker. Dan kan ik de kabel in de powerbank steken en dan zie je dat de versterker vanzelf aangaat. Dit wil dus ook zeggen dat de knop voor power enkel is wanneer je hem in het stopcontact steekt. Want zoals je ziet staat hij nog uit. Wat ik jammer vind is dat wanneer de versterker aangaat je zo'n geluid hoort power on. Als eerste ga ik de Bluetooth mode testen. Wanneer je die inschakelt verbindt hij automatisch met het gekoppelde apparaat. Hij zet ook direct de muziek op start. Het scherm geeft ook aan hoe luid de muziek is met die lampjes. Het is wel cool, maar nu ook niet noodzakelijk. Je hoort het, Bluetooth is dus al goedgekeurd. Werkt het ook met deze micro? Hallo, deze ook. Zoals je hoort, werken beide poorten dus ook goed. Deze kan ik ook al afvinken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, zo mis je geen enkele video. Dan is het de beurt aan de micro SD-kaart. Ik steek hem erin en dan gaan we het horen. Dat geluidje dat je telkens hoort vind ik wel erg vervelend. Je kunt dus het volume kiezen, zoals je hoort, klinkt het wel goed. Met de afstandsbediening kan je alles aanpassen. Je kan het luider en stiller zetten. De draaiknoppen bewegen niet mee. Sommige versterkers kunnen dit wel. Je kan er ook de mode mee wisselen en de equalizer aanpassen. Het werkt op zich allemaal wel, maar het is niet high-end. Het is een IR-afstandsbediening, dus je moet die richten. Nu is het tijd om te testen met een USB-stick. Hopelijk werkt dit even goed als de rest. Ik plug hem in en dan gaan we het horen. Je hoort telkens weer zo'n geluidje. En zoals je kan horen, werkt het met een USB-stick ook. De RCA-inputs op de achterkant heb ik nog niet getest. Ik ga deze kabels inpluggen, zodat we horen hoe het klinkt. Ik heb de kabels aangesloten en zoals je hoort, werkt het even goed als al de andere functies. Nog één input heb ik nog niet getest en dat is de AUX-input. Ik sluit hem aan en dan laat ik muziek spelen.
En ja hoor, dit werkt dus ook perfect. De radiomode, bijna vergeten. Ik ga de antenne uittrekken en dan met de afstandsbediening van kanaal veranderen. Ik ben benieuwd of ik snel ontvangst heb. Na een tijdje zoeken heb ik een zender gevonden. Het geluid is niet zo goed als de Bluetooth-functie, maar dat komt waarschijnlijk door de ontvangst. Ik heb de versterker ook nog eens goed getest. Ik heb hem zo luid mogelijk gezet en dan zijn er toch een aantal dingen die opvallen. Wat ik ervan vind, wanneer je deze versterker gebruikt met middelmatige boxen, werkt hij goed en doen alle functies het ook. Maar wanneer je het volume omhoog doet, merk je nogal snel dat de bas wegvalt, wat ik uiteraard jammer vind. Nog iets wat ik er niet zo goed aan vind, is de stem. De stem die power on zegt en Bluetooth mode bijvoorbeeld. Voor de rest is het wel een hele goede versterker voor binnen wanneer de muziek niet te luid moet. Ik heb al de functies uitgebreid getest en alles werkte goed. Alle inputs werkten. Het enige wat ik jammer vond is wanneer je hem luider zet, maar echt heel luid, dat dan de bas wegvalt. Maar voor de rest is hij dus zeker goed. Vond je deze video nu interessant? Vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal en tot de volgende video.